misschien wat ik bij de Action gisteren heb gekocht. Dit zat dus onder andere in de stylebox. En ik ben echt obsessed. Dit is mijn dream. Zo'n ijsstoel. Laten we proberen. Aan het begin van 2020 ben ik ethos ambassadeur geworden. En voor Black Friday hebben ze een winactie lopen via ethos. Daar kan je dus kans maken op zo'n Black Friday box. Ik ga niet alle items aan je laten zien, want dan is het geen verrassing meer voor degene die de box wint. Allereerst zie ik deze Purel toilettas. En altijd als mijn lippen beschadigd zijn, gebruik ik Purel. I love it. Dit is een verzachtende zalf en het is helend voor de schalen en geïrriteerde huid. Dan zit er ook deze dagcreme in met witte thee en natuurlijke ingrediënten. En het is vegan, dat vind ik echt top. Ik ben heel benieuwd hoe het ruikt. Oeh. This smells good. Oh, heel nice. Zo zacht. Met witte thee. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik vind het echt super leuk dat ze een green line hebben. En dit is ook van de green line. En het is een peeling met zeezand. Oké. Zonder siliconen en minerale oliën. Ik heb net mijn hand gewassen. En het voelt echt als babyhuid. Deze parfum zit erin. Follow your soul. Too cute. Ik ben altijd best wel kritisch met geuren. Deze is echt super lekker. Ik vind altijd een parfum die te zoet is, dat is echt niks voor mij. Deze is lekker fris en toch een beetje zoet. Ik hou ervan. Gelukkig had ik nog geen parfum opgedaan vandaag. Dan zie ik deze baardtrimmer. Nou, pap, deze is voor jou. Dan zie ik ook deze micellair water. Wat een cool flesje trouwens. En er staat hierboven dat het van gerecycled materiaal is gemaakt. Vet nice voor een gevoelige huid. Ik vind micellair water altijd heel erg fijn om te gebruiken. Het haalt heel makkelijk je make-up eraf. Vooral de ogen vind ik altijd heel erg fijn met dit. Want het is toch wel een hele gevoelige plek. Wil jij nou kans maken op deze ethos Black Friday Mystery Box? Houd dan tussen 25 november en 19 november de ethos social media in de gaten. En wie weet, is die voor jou? Ik ben echt blij. Echt hele leuke producten. Dit was even de unboxing. Ik heb de luxe om oliebollen te kunnen bestellen. Ik had er zoveel zin in. Ik hou zo erg van oliebollen. En deze zijn zo lekker. Ik bestel altijd bij een oliebollen en churros kraam vlakbij Rotterdam Centraal. En ze zijn nog warm. Even kijken. Hebben we een bord in de building? Ik geef haar of mijn buurmeisje een oliebol wil. Ze zegt, ik ga nu een workout doen. I can't. No problem. Ik eet het wel voor je. Ik heb best wel een productieve dag vandaag. Daar ben ik wel erg blij mee. Ik ben op dit moment op zoek naar een lounge set. Ik heb zoveel zin om een nieuwe joggingbroek te hebben met een leuke sweater erop. Dus ik ben een beetje online aan het zoeken. Ik heb al heel lang niet meer echt online geshopt. Ik heb dus dit merk ontdekt. Het heet Nuin. Nuin. Het is dus een duurzaam merk. Ze hebben echt heel veel loungewear. I love it. Kijk hoe mooi deze kleur is. Zie je dit? Nee.
een mooie kleur. I love it. Nou, het is wel pakketdag vandaag. Ik krijg net dit binnen. Van Monkey. Lieve mannen, veel plezier met het stylen van de tracksuit. We're dedicated to using better materials in all of our products. Part of the bigger goal. To become a fully circular fashion brand. When it comes to sustainable consumption and production, we don't only want to lower our environmental impact, you want to become climate positive. Er staat respect your mother en dan is haakjes nature. Hello, dit is Moni. Hello. We zijn in de ranzijn en ik zoek dus een grote plant. So cute. Kan ook een kerstboom neerzetten. En deze ook wel echt heel mooi hoor. Past u aan de auto? We hebben een stop gemaakt bij La Pizza. Super lekker lucht, mooi. Helemaal. Een beetje rode wijn erbij nemen. Nog laten zien wat ik bij de Action gisteren heb gekocht. Een mini Action shopblog. Deze bakjes. En ik vond er gewoon dat ze zeg maar zo allemaal in elkaar konden als je het wil opbergen. Tupperware bakjes. Ik heb voor mezelf een adventkalender gekocht. Met chocolaatjes van de Minions. Omdat ik het gewoon heel cute vond. En het is chocola, weet je. Daarnaast heb ik nog twee vuilniszakken gekocht. Lavendelgeur. Dit is echt heel nice. En ik heb nog een nieuw notebook gekocht, alsof ik er nog niet genoeg had. Hij ligt toevallig ook hier. Dit is gewoon mijn journal. En ik wil deze gaan gebruiken om te manifesteren. Ik wil echt een boekje hebben om alleen te manifesteren. Deze schrijft echt super lekker. Hij is ook gewoon niet door het papier, zeg maar niet, dat het doorschijnend is. Maar 1,50 of zo. Dus ik heb nog wasmiddel gekocht. Ik weet gewoon niet meer welke wasmiddel ik moet kopen. Als mensen nog aanraders hebben, ik heb nu gewoon even deze gehaald. Zoals jullie kunnen zien staat hier nu de plant die ik gisteren heb gekocht. En het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij hier kwam te staan. En het komt eigenlijk omdat ik hem overal gisteravond heb gezet. En gewoon niet blij was. Hij is gewoon heel groot en druk in de ruimte, zeg maar. En de enige plek waar ik hem even kon bedenken is hier. Dus hij staat voorlopig hier. Dit is eigenlijk een deel van de huisvlog. Misschien moet ik er gewoon aan wennen. I don't know. Oké. Ik ga douchen. Goed idee. Goed idee, Ro. And you know what to do today. Respect your mother. Je vraagt je misschien af wat ik aan het doen ben. Ik heb net de spiegel van boven hier naartoe verplaatst. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik zo meteen een nieuwe video ga opnemen. En de video is een nieuwe vintage stylist video. Zoveel zin in. Dus ik dacht het is wel leuk om dit als filmhoekje zo meteen te gebruiken. De tv is dus even daar. Nu ik zo die spiegel hier zie, denk ik wauw, het past zo mooi in de ruimte en met de bank. Hij gaat straks weer gewoon naar boven. Ik weet niet hoe ik hem weer boven ga krijgen, want naar beneden was echt al een disaster. Als je deze video ziet, staat de vintage stylebox video al online. Dus kijk eventjes in de beschrijving voor het linkje daarvan, mocht je dat leuk vinden om te kijken. Ik ben heel benieuwd. Ze heeft echt een hele grote doos opgestuurd, dus. En ik ga nu foto's maken voor een campagne. Thank you.
eventjes van outfit gechanged. Want dit zat dus onder andere in de stylebox. En ik ben echt obsessed. Ik moest het gewoon aandoen. Ik zit alleen te struggelen qua jas. Het is namelijk echt super mooi weer. Ik had zelf net deze jas aan. Maar ik vond het echt veel te chic. Beetje hoog, hè? Maar even kijken. Ik denk dat dit hem wordt. Ja, ik ben echt al een eeuw niet naar een koffiecompany geweest. Ik heb dus nog zo'n koffiecompany kaart. Dus die komt nu mooi van pas. Ik ga jas nou ook gelijk tracteren. Want anders raak ik deze nooit op. Tasje is ingepakt. Let's go. Even bij de Praxis. Ik heb net Tesa gehaald voor mijn spiegels en mijn kaders. Dat is wel heel leuk. Al die kerstspullen. Oh my god. Deze Praxis is echt een aanrader. Ze hebben hier zulke leuke dingen. Kijk hoe leuk deze is. Zo'n leuk plantje voor in de slaapkamer. En hij is echt groot. Ze hebben heel veel potten en planten. Ze zoeken naar een nepplant voor in de badkamer. Kijk hoe leuk, jongens. Zo dreamy. Een ja. Kijk wat ik zie. Hoe super mooi grote plant. Hij is echt huge. En er staat dus op Chinese money plant. Huh? I need that. Dus ik ben verliefd. Ik ben verliefd. Look at her. Dit is mijn dream. Zo'n ijsstoel. I love it. Ik ben op zoek naar een heel groot meditatiekussen. In die hoek vind ik het wel nice. Hoe mooi deze. Ja, deze zijn wel heel cool. Qua vorm. Maar echt heel kitsch. Vind ik. Wauw. Leuk. Oh, ze hebben zoveel leuke dingen hier. Jongens, ik heb net een stofzaaltje gekregen van de gordijnen. En ik heb uiteindelijk de gordijnstof Quinn genomen. Het is deze. En het is zo cool dat je gewoon een stofzaal mag meenemen. Je moest wel 50 euro borg betalen, maar echt nice. En er is op dit moment 25% korting daar. Dus dat is ook een aanrader. Ik vond deze heel erg mooi. Ik had eerst eigenlijk vitrage in mijn hoofd. Alleen dat kon dus niet met de hoogte die ik heb. Deze kon wel op deze hoogte, zeg maar, worden gemaakt. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Oké. Okay. Laten we proberen. Past helemaal. Je moet het dan de volgende dag terugbrengen. Het past ook bij jou, Jingo. Kijk. Ja, vind je het mooi? Oh, zo mooi. Het past echt met alles. Ik denk dat dit hem gewoon wordt. In één keer. En ik zit de hele tijd die gordijnen uit te stellen. Omdat ik er zo geen zin in heb. Want ik ben gewoon bang. Maar dit wordt het. Ik ben aan het dok zitten. De komende dagen. Op deze cutie. Doei mensen. Doei doei. Hi Jingo. Yes. Lieve allemaal, bij deze ga ik de eerste row diaries afsluiten. Ik vond het heel erg leuk om jullie deze paar dagen mee te nemen. Doei, van ons. Peace. Peace, Jingo.